waar Dialog enorm in helpt, is het continu kijken, zijn we inderdaad de dingen aan het doen die we hebben afgesproken met elkaar? Nou, dat kun je natuurlijk heel vast zetten op de doelstellingen of op targets, maar je kunt het ook vaststellen op de ontwikkeling van de medewerker en daar continu het gesprek met elkaar over voeren. Waar het om gaat is dat je met elkaar praat en nadenkt over je ontwikkeling, over wat er beter kan, over jouw rol als medewerker in het grotere geheel. Wat is dat grotere geheel dan? Wat wordt er dan van mij verwacht? Dus wat er dan gebeurt is dat medewerkers zich meer verantwoordelijk voelen voor de doelstellingen van het team. En dat ze ook kunnen kijken, oké, waar zit nou echt mijn rol in dat team en waar kan ik nou bijdragen aan brede organisatiedoelstellingen of teamdoelstellingen. De leidinggevende was steeds in charge, die moest alles initiëren. We wilden dat bij de medewerker neerleggen, die aan het stuur zetten. Dus toegang geven tot een tool die gebruikersvriendelijk is en ook uitnodigt om doelen te stellen en dat soort zaken. En daarmee de mindset te veranderen van de mensen. Stelt jou de vraag, waar ga je op persoonlijk vlak aan werken? Welke competenties wil je verder ontwikkelen? Op welke manier kan je dat dan ook doen? Het feit dat het systeem jou die vraag stelt, zorgt ervoor dat jij als persoon er weer actief mee aan de slag gaat. Wat er veel in het team gebeurt, is dat er feedback onderling wordt gevraagd. Dus onze medewerkers kunnen onderling elkaar feedback vragen gezien hun ontwikkelbehoeften, maar ook over gerealiseerde doelstellingen bijvoorbeeld, of over projecten. En dat heeft er weer toe geleid dat ik in gesprek ga met mijn collega's. Enerzijds om inspiratie op te halen van hoe doe jij het of hoe steek jij dit in. Maar anderzijds ook om feedback op te halen van aan welke competenties denk jij dat ik nog kan werken. Of wat zie jij wat ook handig is voor mij in mijn werk. En daar is deze tool uitermate geschikt voor. Ook omdat het gedocumenteerd blijft. Dus je kunt de feedback nog eens teruglezen. Ook al is die 2 jaar geleden gegeven. Waardoor je zelf ook nog kunt kijken, ben ik nou voor mijn eigen gevoel ontwikkeld? Of wat zeiden mijn collega's 2 jaar geleden over mij? We gaan daarmee meer naar de lerende organisatie die we zouden willen zijn. Waarin je gewoon kwetsbaar bent en laat zien wat je wilt leren. En dat dat niet altijd lukt en dat het oké is. Dus die zaken die kunnen door dit systeem veel beter tot zijn recht komen. We hebben natuurlijk aan de start verschillende tools vergeleken met elkaar. We hebben een lijst gemaakt van criteria die van belang waren. Nodig dit uit om te gebruiken? Gaat het snel? Is het makkelijk? En is het een beetje een feestje? Want het moet leuk zijn, anders kan je mensen niet verleiden. Ik heb duidelijk als zeer prettig ervaren. Het is een heel gemakkelijke omgeving en voor iedereen toepasbaar in zijn of haar werk. En daarbij is het ook gewoon heel fijn dat het systeem er ook gewoon gelikt uitziet en dat je er makkelijk doorheen navigeert. Wat bij de keuze voor Dialog ook meespeelde was dat het een overzichtelijke organisatie is waar we voor ons gevoel goed mee konden schakelen. De lijnen zijn kort. Als wij iets willen, kunnen we het voorleggen. Dus die klik was er vanaf het begin.